Welkom bij Mystic Angel Radha Tarot. Ik ben Radha. Dit is de maandelijkse reading voor de maand februari 2024 voor de stier. Ik heb de kaarten al gelegd, dus ik ga gelijk beginnen met de reading. Ik zie hier de lovers. Voor mijn gevoel gaat dit over de zelfliefde. Dat je mannelijke en vrouwelijke één is geworden. Je engel is je echt aan het helpen, jouw engelen. Hier zie ik een grote engel. En ik zie hier jouw intuïtie. Ja, je bent echt in balans met je emoties. Waardoor je goed naar je intuïtie kan luisteren. En waardoor ook jouw engel of engelen of gidsen, jouw spirituele team echt goed door kan spreken. Jouw de boodschappen goed door kan geven. Dat zie ik in de maand februari. Waardoor je ook dus dingen gaat manifesteren. Want je hebt alle tools in handen. Wat ik hier ook zie is dat je echt contact en connectie hebt met jouw spirituele team. Misschien wel meer in februari. Dat het helemaal loskomt dat je die connectie hebt met je spirituele team. Dat je ze kan horen, spreken, misschien zien in je dromen of in het echt. Maar ze gaan zich echt helemaal openbaren. Dat gevoel heb ik hierbij. Wat ik hier zie is, jij bent de high priestess. Of priester, als je een man bent. Maar ik zie ook, dus jouw intuïtie is gewoon super sterk. Jij bent gewoon hooggevoelig. Je hebt je gaves en ja, die kan je met wijsheid dus gaan gebruiken. En ik zie hier de Temperance kaart ook nog eens. Je wordt geheeld, je bent in balans. Ook hier zie je een engel. En ja, je gaat meer contact krijgen met je engelen. Heb ik hier het gevoel. Ik zie ook dat er mensen jaloers op je gaan zijn. En jouw licht gaan willen proberen te dimmen met de Seven of Swords kaart. Probeer heel dicht bij jezelf te blijven. Ga mediteren. Ga buiten wandelen. Ga leuke dingen doen. Probeer dat ook los te laten voor jezelf. En probeer afstand te nemen. En van degene die jou pijn wil doen. Dat is het enige wat je kan doen. Ik zie hier Seven of Cups kaart. Ik zie dat je ook best wel veel ideeën gaat krijgen. Misschien voor je onderneming. Het kan ook op werkvlak zijn. Dat je ook creatief bezig bent op je werkvlak. Maar wel dat je bepaalde ideeën gaat krijgen die je wilt uitvoeren. En heel veel mogelijkheden, heel veel opties misschien qua werk. Of ja, qua ideeën die je wilt gaan uitvoeren. Wat ik hier zie is met de Eight of Swords kaart. Dat je wel vastloopt in jouw relaties. Tenminste, dat denk je dat je vastloopt. Maar neem er afstand van mensen die niet betrouwbaar zijn. Mensen die je pijn willen doen, die je licht wil dimmen. Maar weet dat jouw spirituele team er gewoon bij is. Je bent nooit alleen. Nooit. En met de Queen of Swords kaart zie ik ook dat je dat er positieve veranderingen gaan komen ten opzichte van je gezondheid. Ten opzichte ook van je financiën. Met de Two of Wands kaart zie ik dat jij je idee gaat uitvoeren. En dat Spirit jou echt aan het helpen is om en jou aan het begeleiden is welke stappen je kan nemen en welke dingen je kan ondernemen. Ik heb hier vorige levens. Vergeet mij nietje. Deze situatie heeft te maken met de vorige leven. Als je dat verleden heelt, maak je ook je tegenwoordige leven gezond. Ik denk dat het vorige leven dat al geheeld is. Omdat je ook echt dat contact met het universum gaat krijgen. Met je engelen gaat krijgen. Ook dus hier ook zag. En hier ook. Dus ik zie gewoon dat jouw
vorige leven gewoon geheeld is. Wat ik hier zie is heldervoelendheid. Aars en Garagwel schenkt aandacht aan steeds terugkerende lichamelijke of emotionele gevoelens. Want zij zijn het teken van goddelijke leiding. Ja, probeer ook op te vertrouwen, hè, op die tekens. Op te vertrouwen op je intuïtie. Dan wordt alles veel helderder. Je krijgt de boodschappen ook veel helderder door. Ja. Want je wordt gewoon goddelijk geleid. En dat zag je hier dus ook. Spirit is jou echt aan het begeleiden. Even kijken. Ga ervoor. Je gebeden en je positieve verwachtingen zijn verhoord en beantwoord. We hebben samen met jou vanaf het begin aan deze situatie gewerkt. En we blijven over jou en iedereen die erbij betrokken is waken. Ga door op de ingeslagen weg. Want deze zal voor jou echt heel ver voeren. Dus ga door met je plannen, met waar je mee bezig bent. Ben je spiritueel heel erg bezig? Ga ervoor. Ga gewoon door. Je wordt beschermd. Je wordt begeleid. Dus maak je geen zorgen. Ja? Luister goed naar je intuïtie als je beslissingen moet maken of wat dan ook. En dan zit je gewoon altijd op de goede weg. Jouw krachtdieren. Hier zie je ook echt dieren. Jouw krachtdieren helpen jou ook bij en begeleiden jou ook. En dat zag je ook hier, hè? De arend die ook aan het begeleiden is. Ik heb hier Athena. Het is heel goed voor je om krachtig te zijn. Je weet hoe je innerlijke kracht op een liefdevolle manier kunt inzetten, zodat deze zowel jezelf als andere mensen ten goede komt. Nou, ja, het is gewoon heel krachtig. Kijk maar, jij bent die hoge priesteres. En weet je, je kan altijd de vraag stellen aan je intuïtie. De intuïtie geeft jou die antwoorden. Twijfel daaraan, ga erover mediteren of vertrouw op die leiding van je intuïtie. Want jouw intuïtie zal nooit tegen je liggen. Ja, behalve als je twijfelt. Probeer dan 3 keer in en uit te ademen. En vraag dan nog een keer. En de eerste antwoord wat eruit komt, dat is de goede antwoord. Yes? Nou, ik had nog een grote boodschapkaart. Innerlijk kind. Uw innerlijk kind verlangt naar liefde en aandacht. En wil plezier maken. Dus misschien wordt het tijd om de zaken ernstig te nemen. En te luisteren naar de boodschap die uw innerlijk kind voor u heeft. Ik leef in uw hart en wacht geduldig. Ik, degene die u hebt achtergelaten, heb u nooit verlaten. Want op al uw reizen, tijdens uw dagen en nachten, ben ik bij u geweest. Kijk terug door de nevelen van de tijd en de wolken van emotie en u zult me zien. Ik wacht hier. Door me te vinden zult u heel worden. En door me te kennen, zult u zichzelf ook beter kennen, omdat we één zijn. Ik ben uw pure essentie, voordat de wereld het heeft overgenomen en u andere vorm heeft gegeven. Ik ben de essentie van uw ziel, de engelbewaarder van uw ware zelf. Laat ons de rest van ons pad samen begaan. Een hele wereld ligt voor ons open, een hele universum omringt ons met liefde. De eeuwigheid verblijft in ons. De eeuwigheid ontvouwt zich voor ons. Laat ons licht in het duisternis brengen. Laat ons vreugde opspringen. Laat ons alles zijn wat we zijn door de droom van het leven die zich ontvouwt. Laat liefde alles overwinnen. Dus wees lief voor jezelf. Hoe je je kind of kinderen opvoedt, voed jezelf ook zo op. Zorgzaam, liefdevol en spelenderwijs. Ga maar leuke dingen doen. Ga maar spelen. Spelen heeft niks met kinderachtigheid te maken. Het heeft te maken dat je gewoon leuke dingen gaat doen en dat je meer gaat ontspannen. En ja, en dat brengt heel veel heling. Dus ik hoop dat je hier wat aan had, lieve stier.
Laat hieronder de video weten wat je ervan vond. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je een van mijn diensten willen die hieronder de video staan, laat me dat weten via WhatsApp. Dan maak ik wel zo snel mogelijk een afspraak. Ja? Nou, tot de volgende keer. Doei doei!